Ja, je pakt zelf bestek, drankjes. Wauw. En dan voor zo'n prijs, hè? Sambal, tofu. Oh ja, zo hoort dat, hè? Ik weet niet zeker, maar we gaan eigenlijk nooit naar chique restaurants uit eten. Ik heb echt geen idee hoe je dit moet eten. Oh, dat is heel awkward. Nou, wij zijn in Enschede voor weer een nieuwe video. Ja, vandaag wat anders. Ja. We gaan namelijk naar een budgetrestaurant versus een luxe restaurant. En we weten nog niet welke het gaat worden, dus wij gaan zo lekker even Enschede doorlopen. We gaan even kijken naar smaak, gezelligheid, sfeer en alles, maar eerst op zoek naar het budgetrestaurant. Ja. Nou, we gaan het even proberen bij de eerste, dat is Tentje Te Man. En dat is met Oosterse en Aziatische specialiteiten. En een hoofdgerecht, een menu A, is €13,50 per persoon. Nou, het is niet echt een hele gezellige straat, maar... We zagen allemaal restaurants en hebben ze overal een daghap voor rond de 12, 13 euro, ook goedkoop. Maar hier is zo'n beetje alles met vlees. Ja, alle daghaps zijn hier met vlees. Ja, dus dat valt even af. Ja, hey. Enschede. Oké. Okay. We zijn best wel vroeg, dus ik hoop dat ze open... Oh, ze zijn open. Oh ja. Ja, het is 3:30. Turkse en Indonesische specialiteiten. Hallo. Het ruikt hier wel heel lekker. Heerlijk. Heel leuk. Je kan het menu ook geheel vegetarisch of vegan samenstellen. De bescheiden eter is €13,50. Extra groente eter €15,50. We hebben sowieso de tempehs. Oh ja. Twee tempehs in ketchup en één in... kokos met kurkuma. Oh, wat lekker. Oh, wat geweldig ziet het eruit. Wat zijn dat? Groentekoekjes. Oh, nee, wat lekker. Wat is de Nederlandse keuken saai dan, hè? Als je dit allemaal kan maken. Anders. Gezellig hier. Ja. Hoe spreek je het nou uit? Tentje Te Man. Oh, Te Man, Te Man. Ja, het wordt een beetje uit. Ja, je pakt zelf bestek, drankjes. Nou, we zitten hier in een natuurlijk groene omgeving. Echt leuk zitten hier, hè? Ja, je zit hier midden in de jungle. Ja, kijk, jungle. Maar het is echt wel heel mooi. Ja, ik vind het wel leuk dat je zelf dus kan kiezen wat je wil aan groente, vegetarisch, rijst. Je kan alles zelf zo uitkiezen. Maar we hebben een samengestelde, krijgen we toch met van alles? Het vegetarische gerechtje. Het is nu nog lekker rustig, want het is nu 3:45, maar zijn al 's avonds is het heel druk. Dus we zijn mooie tijd. We hebben 3:45 avondeten. Ja, moet je na door naar de volgende. Dus, ja. Wauw. Oh, heerlijk. Dankjewel. Heel goed uit. Wat een kleur. Nou, dan hebben we de nasi goreng. Ja. Kokosrijst, baham goreng. Tofu en tempeh, kurkuma, kokos, sambal goreng, boontjes. Oh. De gemengde gewokte groenten. Ja. Otees, groentekoekje. Groentekoekje. En een sambal goreng door een eitje. Wauw. Het ziet er toch prachtig uit. Wauw. Zoveel, ik ruik ook al die kruiden. Even een mooie reel. Je mag niet bewegen. Iets dichterbij nog. Is deze al goed? Ja. Ik kan wel normaal doen. Dus doen we nog één keer ook met die van mij, dat we allebei hebben. Ja. Omdat... Ja, zo gaat het achter de schermen, hè? Het is niet zomaar even een video op YouTube. Jij hebt dus nog weer andere dingen dan ik, hè? We moeten eigenlijk wel even van elkaar nog proeven. Mm-hmm. Dat is de tempeh. Mm. Oh, wow. Tempeh. Wat de smaken. Oh, niet normaal. Dat is niet normaal. Tempeh is vaak heel heftig qua smaak, maar je zit zoveel paar kruiden overheen. Wauw. En dan voor zo'n prijs, hè? Ja. Ook tofu, hè? Dat is heel lekker. Ja. Het ziet er ook gewoon zo mooi uit. Ja. En dit is dus een groentekoekje. Zullen we die proberen? Ja. Dit. Mmm. Mmm. Wow. Heel lekker. Mmm. Mmm. Wow.
Ik moet het zelf ook maken. Oké, dus het eitje. Lekker. Wow. Ik proef echt smaken. Ja. Die ik gewoon niet ken. Ook wel scherp. Ik proef een beetje een soort sambal. Oh ja, daar komt hij heen. Dan is het een beetje pittig, maar ja. Ja, tempeh, tofu. Hij heeft gewoon echt een bord vol, hè? Maar eet je alles op? Want hierna moeten nog 5 gangen diner naar een luxe restaurant. Ja, ik weet niet welk het wordt. Nee, ik weet ook niet. Misschien is dat heel weinig voor heel veel geld straks. Ik kan het niet laten staan. Nee, ik ook niet. En dat ziet er gewoon geweldig uit. Smaakt geweldig. Heel lekker. Het smaakt supergoed, ja. Echt lekker. Heerlijk. Dus jullie ook sambal? Zij wel. Ik ben iets minder van de pitten. Heb je sambal al gekregen? Nog niet. Hoe is dat sambal? Sambal? Oh, mag wel. Lekker spicy. Kom maar hoor, neer. Mag geen beeld hoor, kom maar. Ja. Word je bekend op YouTube. Oké, maar... Nee hoor. Is dat een eigen sambal? Oh, eigen sambal. Zelf gemaakt? Ja, zelf gemaakt. Wauw. Zo aardig. Ja, dat is heel lief. Sambal, tofu. Nee, grapje. Dit is echt wel next level sambal. Nee, maar is het pittig? Nee. Ja, wel pittig. Kan ik het aan? Nee, laat maar. Nee, gewoon niet doen. Niet doen. Smaak, er zit gewoon veel meer smaak aan dan van de supermarkt. Dat is zelf gemaakt. Dat proef je echt. Nou, dat was echt heerlijk. Ja, echt genoten. Van alles ook wat we hadden. Maar het was echt wel voor het budgetproof restaurant geef ik hem echt een 8,5. Echt? Ja. Ik wel 9 hoor. Ja? Ja. Ik vond het echt top. De vraag is, kunnen wij gelijk door naar de volgende? Ja. Ik denk dat we eerst even een theetje halen. Ja. Daar heb ik wel zin in. Ik weet een goede budgetproof theetje. Lekker warm theetje. En wij hebben een shortcake gehaald bij Nienke's Cupcakes. Dat zit super hier ook. Schattig zaak hier in Enschede met allemaal cupcakes en lekkere dingetjes. Ja, we hadden deze eigenlijk al gekocht hiervoor, maar we dachten een handig toetje. Karamel shortcake was het, hè? Dat ziet er super lekker uit. Nou, cheers op het toetje. Budgetproof, dus maar €2,90. Oh mijn god, die karamel. Die druipt eruit. Kijk hoe dik. Ja, dit is echt heel lekker. Na avondeten is gewoon, dit is gewoon echt zo lekker, die zoet. Ik heb nog niet echt honger, we hebben net al het eten op, inclusief de shortcake. Maar ik denk dat we even gaan reserveren voor straks. Dan doen we nog even een rondje lopen tussendoor. Koud. Het is echt gevoelstemperatuur -6. Het is wel een hele spontane tour, zo op vrijdagavond. Dus een beetje spannend of er wel plek is überhaupt. We hebben niet echt vroeg gereserveerd. Nee, we gaan lekker spontaan een chic restaurant. En volgens mij zijn die vaak wel iets meer van het reserveren, wat wij eigenlijk nooit doen. Er zit hier links. Hier? Ja, dit. Is dit het? 57. Maar ik weet alleen niet of dit het concept... Qua vegetarisch eten hebben ze geroosterde pompoen. Crème van kastanje en een saus van paddenstoel. Wel hele fancy dingen hoor, moet je dat zien. Met popcorn parfait en een gel van onze mango sour. Ja, wow. Is dit categorie luxe? Is het luxe? Ja, het klinkt wel heel luxe. Nou, we lopen nog even verder door. Ja, het ziet er ook weer niet heel luxe binnenuit of zo. Het is volgens mij wel gewoon een mooie zaak, maar we zoeken echt eventjes dat hele fancy. We gaan even vergelijken. Oeh, het is glad. Maar we hebben net een reservering gemaakt bij Yuzu. Ik weet niet of je het hier kan zien, het is een Aziatisch restaurant. Maar we gaan om 6:30 eten, want het is nu 5:00, we hebben net alles op. Dus hebben we even een pauze. Ja, even een beetje ruimte, maar het zag er super mooi uit. Ja, heel benieuwd naar het eten. Oh, het zag er echt heerlijk uit. Even een beetje ruimte creëren en dan gaan we ervoor. Het is hier glad. Het is glad, het is koud. Pas op. Daar gaan we. Thank you.
ze hebben dus wel aardig wat dingetjes ook met vlees, maar ook wel wat met gebakken tofu. Ja, en de rolls hebben ze dan vegetarisch wel? Ja, veggie zeewierrol. En ze hebben gyoza. Axine! Hier vliegen een veggie zeewierrol met salade, wakkermeel salade. De bovenkant laagje mango, teriyaki sausje en een mango sausje. Ja, top! Dankjewel! Oh ja, zo hoort dat, hè? Ik weet niet zeker, maar we gaan eigenlijk nooit naar chique restaurants uit eten. Ik word er helemaal ongemakkelijk van. Als je je drankje inschenken met je hand, met de hand op de rug, dan weet je dat je in een chique restaurant bent. Dan weet je dat het een dure rekening wordt. Schattige schaaltjes. Ja. Lekker. Heel lekker. Ze zijn gewoon lekker klein, dus niet heel veel rijst. Nee, hè? Ze zijn niet super groot, maar misschien wel fijn. Ja, want je krijgt meerdere gerechtjes en die deel je dan met elkaar. Dat is wel lekker. Heel lekker. Ook gewoon niet zo vullend. Ja. Beetje kroephoek. Beetje kroephoek. We zitten hier in een soort luxe vogelkooi. Ja. Wel bijzonder. Ja. Zo, de kussenjakers van me. Ja. En dan de groentepastijtjes. Lekker. En de saus. En dit zijn specifiek oestersmaak. Oh, oké. Okay. Ja, dankjewel. Ik ben benieuwd wat jij van die oesterzwammen vindt. Dat is normaal niet jouw ding. Ik hou niet van champignons en paddenstoelen. En... Nou. Oh, er zit wel veel smaak aan. Ja, maar ik hou gewoon niet van champignons. Dus dat is mijn voorkeur. Maar de structuur is gewoon echt champignonstructuur. Maar ik vind de saus heel lekker. Ja, maar dat is het probleem. Champignonstructuur. Het ruikt gewoon een beetje naar een soort appelstroop. Echt? Ja. Wow. Leuk, je? Ik moest even aan een pannenkoek denken. Wauw. Ik denk dat het door die zoete saus komt. Is dat wel goed, champignon met paddenstoel? Ik bedoel... Pannenkoek. Pannenkoek. Groentepastijtje. Ik denk dat meer mijn... Wacht, hier wil ik het tegelijk nemen. Is. Wow. Ja. Dit vind ik echt wel lekker. Oh. Stukje champignon. Ja. Oké, poging 2. Ik vind het echt heel lekker, dat groentepastijtje. Ja? Maar ik denk dat het gyoza is. Ja. Dit lijkt heel erg op gyoza. Ja. Het is nog best wel een... Hij is niet super knapperig, maar gewoon lekker zo zacht. Yes. Zo, we hebben hier voor jullie. Wow. Aan de binnenkant is het vegetarische Jacobsschelp. Met eromheen filodeeg, groene asperge, worteltjes en een zoetzuur saus. Wow. Ik heb echt geen idee hoe je dit moet eten. Eens even kijken wat het is. Filo deeg. Oh, het is helemaal knapperig. Moet je dit op je bordje doen? Jeetje. Ja, maar hoe eet je dit serieus? Ik weet het niet. Ik kan het ook niet afsnijden. Oh, dit is heel awkward. Maar is het de bedoeling dat je dit eet? Ik weet niet of... Ja. Ik weet wat het niet. Wat is hier de bedoeling van? Nee, maar dit is filodeeg. Wat zei je? Er zit een Jacobsschelp onder. Oké. Okay. Wat is een Jacobsschelp? Ik ga gewoon een hap zo eten. En doe maar. Als dat kan. Gaat goed hoor, gaat goed. Wow. Er zit peer in. Peer? Mm. Het valt in je mond allemaal uit elkaar. Wow, een bijzondere. Ja, het is heel apart, heel knapperig ook. Maar er zit iets van een peer in of zo, dacht ik. Heel zacht zit erin, hè? Ja. Maar dit is wel een beetje uitdagend. Ik weet helemaal niet of je dat zo... Moet het überhaupt wel eten of is dat decoratie? Ik weet het niet. Ik denk wel dat je dit moet eten. Kijk eens. Yes. Dankjewel.
Nou, gaan we door naar het toetje. We hebben een cheesecake die we delen. Ja. Wel heel zacht, hè? Ja. Heel zacht. Je zit eigenlijk gewoon, ja, je zit helemaal niet vol, hè? Nee. Ik zit voller van die maaltijd van vanmiddag, van dit. Ja. Maar ik vind niet per se dat luxe beter is dan budget eigenlijk. Als ik kijk naar waar we vanmiddag zaten, was het eten echt gewoon super pers en lekker. Maar hier is het gewoon een hele sfeer. Ja. Maar het hier eten is echt een warme, gezellige sfeer. Ja. Maar wij houden gewoon wel van iets grotere porties. Ja. Dit is, ja. Maar misschien ook omdat als vegetariër heb je wat meer groente en zo hier. Ja. Dus het is niet dat we super vol zitten, maar het is wel heel mooi, creatieve gerechtjes, mooi opgemaakt. Ja. Ik weet niet of je onze slechtste beoordeelde restaurant in Utrecht video hebt gezien, maar die cheesecake kwam zo rechtstreeks uit de vriezer. Ja, deze wel vers. Deze die smaakt echt stukken beter. Ja, dus het is een beetje afhankelijk van wat je voorkeur heeft. Maar ik vond het eerste en het, ja, ik vond eigenlijk, ja, het is allebei niet te vergelijken. Nee, als je echt met vriendinnen of vrienden echt voor de gezelligheid de avond wil uit eten wil, dan is dit wel gewoon echt een hele mooie plek om te eten. Maar als je echt snel gezond wil eten, ja, dan is de eerste ook echt gewoon heel lekker. Oh, Paul. Ja, dus wij gaan snel naar de auto, want het is -2. Dus bedankt voor het kijken. Ja, vergeet niet te liken en te abonneren. Oh ja, en laat even weten waar we volgende keer naartoe moeten. Oh ja, ja, laat het even weten in de comments, want we hebben nog geen idee wat het volgende week gaat worden als nieuwe vlog. Ja, en dan zien we je in de volgende video. Doei doei. Doei. Oh my god. Ik kan er wel zo. Het is wel een flink toetje. Thank you.